Het is al meer dan 25 jaar geleden dat we dit hoorden. Het giert on. Onze winters worden elk jaar warmer, waardoor de kans op een Elfstedentocht steeds kleiner wordt. Maar dat die er nooit meer zou kunnen komen, is een misverstand. Ik ga je laten zien hoe die tocht der tochten er wel zou kunnen komen. En wel met behulp van dit folie. Ja, en daarom heb ik deze testopstelling gemaakt. Met daarin lampjes die, als je ze aanzet, net zoveel licht afgeven als de zon op een mooie winterdag. En dan hebben we hier twee bakjes die twee sloten voorstellen. Hier hebben we een bakje dat gewoon open is. Dat is een normale sloot die moet gaan bevriezen. Hier hebben we dan een sloot met een folie eroverheen. Dat folie weerkaatst het zonlicht, maar laat wel gewoon warmtestraling door. En dan hebben we hier een bak met droogijs erin. Die is ongeveer min 50 graden Celsius. Dat is ongeveer net zo koud als op 10 kilometer hoog, dus waar ongeveer vliegtuigen vliegen. En dit moet eigenlijk de hemel voorstellen, die dezelfde temperatuur heeft als weer die mooie winterse dag. En dan hebben we hier een bak met ijs en een luchtpomp die de wind gaat produceren over de sloten heen. Ik zal die als die aanzetten en dan komen we straks weer even terug. Om een Elfstedentocht te krijgen moet het natuurlijk flink vriezen. Dat was vroeger vaker het geval. Denk bijvoorbeeld aan de koude winters van 1942, 56 en 85. Voor dat soort Elfstedentochten hadden we 15 dagen lang gemiddeld min 4,2 graden of kouder nodig. En geen pech met bijvoorbeeld sneeuw of warme wind uit de verkeerde richting. Tegenwoordig komen dat soort koude winters minder vaak voor. Maar we kunnen bij jaren waarin het bijna raak is, het ijs wel een handje helpen. Zodra de temperatuur van het water onder de 4 graden komt, wordt het al gunstig voor ijsvorming. Dat komt doordat water vooral van bovenaf bevriest. Water kouder dan 4 graden wordt lichter dan het warmere water eronder. De moleculen van het water gaan namelijk verder uit elkaar staan als ze kouder worden. Het koude water blijft daardoor drijven op de warmere lagen eronder en mengt niet meer met ze. En het ijs blijft dus als een laagje op het water liggen. Dat is ook de reden dat ijsklontjes blijven drijven in een glas water. Dit maakt water een heel bijzondere vloeistof. En het grote voordeel voor ons is dat je dus, zodra het onder de 4 graden is, alleen de bovenste laag van het water af moet koelen om ijs te krijgen. Water bevriest vooral snel tijdens wolkloze nachten. Dat zit zo. Overdag schijnt de zon. De aardkorst warmt daardoor op en gaat dan meer warmte uitstralen richting de atmosfeer. Zijn er wolken, dan houden die de warmtestraling tegen. Ze werken als een soort thermische deken en kaatsen de warmte terug naar de aarde. Tijdens bewolkte nachten koelt het dan ook veel minder af dan tijdens nachten met een heldere hemel. Als er geen wolken zijn, dan kan de aarde veel van die warmtestralen dus kwijtraken. Hierdoor wordt warmte onttrokken uit alles op aarde, waardoor water ook sneller kan bevriezen. Bij bruggen gebeurt eigenlijk precies hetzelfde als bij bewolkte nachten. De warmte straalt uit, maar kaatst terug tegen de brug, zowel 's nachts als overdag. Daardoor bevriest het ijs onder bruggen minder snel. Er zijn verschillende onderzoekers die naar oplossingen hiervoor hebben gezocht. Zoals bijvoorbeeld het verstevigen van ijs met riet. We gaan kijken of dat inderdaad zo is. We gaan even twee bakstenen hier neerleggen. We nemen wat gewoon ijs. Dat leggen we hier neer. En we nemen het ijs met riet. Allebei zetten we een kilo. Nou, ik denk niet dat dit wat doet. We zullen wat zwaarders moeten bedenken. Oh. Onder bruggen is dit goed toe te passen. Het zou tot 3 keer zo sterk moeten maken. Maar naast bruggen kent de route vaak nog meer zwakke plekken. Daar wil je vooral dat het zonlicht het water niet bereikt. Daarvoor gaan we nu eens kijken naar het principe van een broeikas. We weten dat een normale broeikas warmte vasthoudt. De zon schijnt door het glas en warmt de grond en planten op. Maar de warmtestraling gaat niet terug door het glas. Het glas houdt de warmtestraling tegen. Daardoor wordt het extra warm in de kas. Nu dachten onderzoekers, is het mogelijk een omgekeerde broeikas te maken. De folie van de omgekeerde broeikas doet het tegenovergestelde van de normale broeikas. Het weerkaatst het zonlicht, maar laat wel de warmtestraling door. Je zet deze over de zwakke plekken in het ijs. Op een heldere winterdag is de energie van de zon ongeveer 175 watt per vierkante meter. Normaal warmen die zonnestralen het water op. Maar omdat we de zonnestralen weer kaatsen, voorkomen we daarmee dat het koude water bereikt. Tegelijkertijd laat het folie de warmtestraling van de aarde door. Dat is zo'n 100 tot 150 watt per vierkante meter aan warmte die wordt uitgestraald. Daardoor koelt het water onder de omgekeerde broeikas ook met 100 tot 150 watt per vierkante meter af. Ieder uur zal het ijs daardoor met 1 mm dikker worden. En dan hebben we hier de opstelling. Het droge ijs zorgt ervoor dat we die koude hemel hebben. En we gaan nu kijken of er inderdaad ijs is. We kijken eerst naar de sloot met de folie eroverheen. Heel voorzichtig even de folie eraf. En dan zien we inderdaad dat er ijs op zit. De sloot zonder in de open lucht heeft geen ijs, helemaal niet. En is ook een stukje warmer.
Maar hoe realistisch is dit plan? Je gaat natuurlijk niet de volledige route van 200 kilometer onder dit folie leggen. Maar misschien wel een paar plekken waar het ijs net niet dik genoeg wil worden. Denk aan de laatste paar honderd meter van de Bonkevaart. Dit folie is een vorm van passieve koeling. Behalve het produceren van het materiaal kost het verder geen extra energie, zoals dat bij airco wel het geval is. Met dit bijzondere folie kan je nog veel andere toffe dingen doen, zoals op een relatief simpele manier bushokjes koelen in warme landen. Maar we kunnen het ook gebruiken om van een bijna elfstedentocht een elfstedentocht te maken. Je denkt misschien te weten wat je zoekt in een partner, maar eigenlijk zijn je pupillen de beste voorspeller voor wie jij echt leuk vindt. Ik ben Tila, psycholoog, en leg je in de volgende aflevering uit waarom.